De door president Santokki gepresenteerde jaarrede is naar zeggen van DNA-vicevoorzitter Deo Sharman hoopgevend. De nieuwsdienst sprak de vicevoorzitter kort na de presentatie van het staatshoofd in het parlement. Sharman is van mening dat er vanuit de regering een duidelijke visie is om het land uit moeilijke vaarwater te halen. Wat zeker belangrijk te noemen is het feit dat hij aandacht geeft aan het sociaal paragraaf. Het oplossen van het armoedevraagstuk, de betrokkenheid van de samenleving. Verder vond ik ook erg belangrijk dat hij zegt, laat de burgerij, de politieke partij, iedereen kritisch zijn. Kritisch houdt de regering sterk, niet alleen. Maar hij is ook zijn oproep om zoveel als mogelijk als Surinamer alles te ondersteunen. En vanuit een bepaald platform te komen tot een nationaal dialoog. Dat zijn mooie dingen. Dat geeft aan dat de president boven partijen staat. En vanuit een helikopterview probeert zaken een beetje te begeleiden en te organiseren. Andere dingen als onderwijs en veiligheid en volksgezondheid is allemaal ook genoemd. We weten dat het allemaal in die sectoren niet is wat het wezen moet. Maar ook als je ziet dat er heel veel geld is vrijgemaakt, als u goed heeft geluisterd naar de presentatie van de cijfers, 37 miljard zal uitgegeven worden. De ontvangsten zijn rond de 33 of 34 miljard. Sharman zegt verder dat hij de oproep van de president om samen als oppositie en coalitie kritisch te zijn mooi vindt. Echter is oppositielid Ubi Jones van de NDP een andere mening toegedaan. Jones merkt op dat het staatshoofd niets concreets in de jaarrede heeft aangegeven. En waarom ik zeg niets bijzonders, omdat je mag verwachten van elke president dat met betrekking tot de jaarrede wenselijkheden en voornemens uitgesproken worden. De vraag is, in hoeverre heeft dat ons tot nu toe goed gedaan als samenleving? En het enige wat ik kan zeggen, het heeft ons niet goed gedaan. En waarom zeg ik dat? Wat je juist had verwacht, gezien de situatie waarin het land zit, dat je had verwacht dat de president een inspirerend betoog zou horen waarbij hij duidelijk zou aangeven wat concreet gedaan zal worden en hoe het gedaan zal worden, waarbij het beleid dusdanig wordt omgebogen en de samenleving het resultaat van een omgebogen beleid zou meemaken en zou ervaren. In die zin dat een fles olie die nu 115 SAD kost, teruggebracht wordt naar betaalbaar niveau. Jones zegt verder dat een betaalbaar niveau zeker minder dan 50 SRD voor een fles spijsolie moet zijn, om maar een voorbeeld te geven. De NDP-topper merkt op dat er tenminste een toespraak moest worden gehouden waarbij het volk concreet zou horen wat er precies zal worden gedaan en hoe dat moet gebeuren.